is better sometimes. Once we both said our goodbyes, let's just let it go. Hoi, mijn naam is Myrthe en ik ben vandaag hier te gast in Theater De Stoep in Spijkenisse. We hebben vandaag een interview met de enige echte Rachel Viola. Ik heb er zin in, dus laten we beginnen. Ja, ik ben Rachel, ik ben 19 jaar. Ik heb nu een tussenjaar, ik heb net de HAVO afgemaakt. En ja, verder ben ik gewoon aan het werk. En probeer ik zoveel mogelijk te schrijven, op te treden en een beetje de weg te vinden in de industrie. Weet je helemaal alles van de muziek? Ja, zeker. Ja. Gitaar, piano, schrijven, zang. Nee, je zei al, je bent geslaagd van de HAVO. Ja. Nu een tussenjaar. Volgend jaar wil je dan ook een opleiding doen in de muziekkant? Ja, zeker. Dat is wel de bedoeling. Ik heb me nu ingeschreven bij het Albeda. Voor een muziekopleiding en ook bij Herman Brood Academie. En daar heb ik voor popartiest, maar ook voor music industry professional me ingeschreven. En daar ben ik al voor aangenomen. Hé, wat goed! Dus ik hoop dat ik dadelijk voor de andere twee auditie mag komen doen. Het zou wel zo leuk zijn. Ja, nou precies. Wat vinden je ouders ervan wat je nu doet? Ja, mijn moeder was eigenlijk vanaf het begin al wel heel positief en supportive erover. Van ja, superleuk. Mijn vader moest nog een beetje wennen aan het idee dat ik zeker zo'n opleiding ook zou gaan doen. Maar nu staat hij er ook wel achter en ziet hij ook dat ik er gewoon heel veel plezier in heb. En ik heb sowieso een familie die er heel erg supportive in is. Iedereen gaat ook overal mee naartoe. Dan word ik altijd van, ja, Rachel de fanclub is er ook bij. Ik hoop dat mijn hele familie meekijken bij alles wat ik aan het doen ben, dus dat is ook superleuk. Had je als kind ook altijd al van, nou, dit is echt iets wat ik wil doen, muziek, dit is geen hobby, hier wil ik echt mijn werk van maken? Nou, ik ben sowieso altijd heel creatief geweest. Ik heb vroeger, vanaf mijn vierde heb ik gedanst. En dat vond ik fantastisch. En ik was vroeger, dan was ik een beetje, ja, eigen liedjes aan het maken door gewoon maar wat woorden bij elkaar te gooien. En dan was ik zo op een deuntje mee aan het zingen. Maar nooit, vroeger nooit echt dat ik dacht van, ja, ik had wel zoiets van, dat zou echt de droom zijn. Maar het was niet dat ik dacht van, ja, dit wordt echt werkelijkheid, zeg maar. Had ik al zoiets van, ja, maar ja, weet je wel, hoe groot is nou de kans dat... Nee, ik ben voor de rest wel altijd met dansen, tekenen, fotograferen heb ik ook nog een tijdje gedaan. Dus altijd wel heel erg creatief bezig, maar ik denk nu dat het echt vanaf een jaar of vijf, dat ik wel zoiets had van, nou eigenlijk wil ik dat wel heel graag, zeg maar. Yeah. Nou, je had het net al over dat je vroeger ook al liedjes schreef. Je hebt nu ook een eigen liedje, Me. Klopt. Wil je er nog meer gaan maken? Zeker, dat is wel de bedoeling. Ik hoop eigenlijk dat ik dit jaar wat nieuws uit kan brengen. Want ja, Me is ook alweer 3 jaar oud. Dus het mag wel weer, zeg maar. Ja. Waar haal je dan de inspiratie vandaan om zoiets te schrijven? Dat verschilt een beetje, maar ik ben vaak wel iemand die dan in bed ligt om een uurtje of twee 's nachts. En dan niet zo goed kan slapen en dan lig je een beetje na te denken. En dan soms komt er ineens een zin of een melodie of iets in mijn hoofd. En dan schrijf ik het in mijn notities en dan neurie ik het mee op een spraakmemo. En dan, dan ga ik er verder aan werken. Ja, oh wauw. Je speelt natuurlijk gitaar. Wil je nog meer andere instrumenten leren spelen? Piano kan je ook spelen. Ja, nou, ik heb van alles. Ik heb nog nooit les gehad in een instrument, alleen zangles. Dus ik zou sowieso wel gewoon beter willen leren spelen. Maar ik vind alle instrumenten, een basgitaar, een drum, vind ik allemaal wel vet. Dus om van alles wel wat te kunnen, dat lijkt me wel heel gaaf. Ja, dat snap ik wel. Maar je hebt geen les gehad in instrumenten, maar wel in zangles. Ja, zeker. Ja, ik heb... Ik denk een jaartje, hoe lang? Ik denk 2,5 jaar ongeveer heb ik les gehad van Mike Ott. En die is toen gestopt en nu heb ik les van Lindy. Nou, Mike Ott die is toevallig natuurlijk van de Bee Gees. Ja, klopt. Is hij dan ook echt zo'n voorbeeld voor iemand waarbij je wel denkt van, joh, nou ja, het is ook omdat ik hem natuurlijk persoonlijk ken. En we hebben dan ook wel eens gewoon met lessen dat je gesprekken hebt over je dromen. En dat je hoopt dat het ooit lukt en dat je er hard voor moet werken. En dat hij ook al lang bezig was. En om nu dat te zien dat hij nu een tour aan het doen is en heel lekker gaat, dat vind ik dan wel, maak ik wel een beetje trots natuurlijk. En dat geeft ook wel inspiratie van dat ik er gewoon mee door moet gaan, zeg maar. Ja, dat is wel echt iets moois ook, ja. Ja. Wat is voor nu echt jouw ultieme droom wat je nog graag zou willen bereiken? Echt de droom, zeg maar. Ja, echt de droom. Ja, gewoon ik zou heel graag bijvoorbeeld gewoon Europa alleen al willen toeren. Maakt niet uit hoe groot die zaal is, maar gewoon het idee dat mensen ergens naartoe komen voor jou om jouw muziek te horen. En dat ik mensen daar een bepaald gevoel bij kan geven.
En gewoon dat in andere landen dat het beluisterd wordt, dat vind ik wel heel vet. Dus ja, om gewoon mijn eigen muziek te schrijven, dat uit te brengen en gewoon te mogen toeren en voor mensen te mogen spelen, dat is wel de droom. Ja, dat vind ik wel echt een hele mooie, leuke droom. Zeker. En nou ja, ik zei natuurlijk net in de lieder al, je bent de belofte van Isse Waard. Hoe was dat voor jou? Een verrassing, eerlijk gezegd. Ja, ik ben niet het meest positieve persoon als het om mezelf gaat. Dat mag nog wel een beetje verbetering in. Maar nee, het was sowieso een hele gezellige dag. Ik kende ook wel een aantal mensen die ook meededen. Ik kende de band River, kende ik heel goed. Ja. En daar zat ik ook mee in de kleedkamer. Dus gewoon een beetje liedjes jammen. En we zijn eigenlijk de hele tijd bezig geweest. En ik ben ook een beetje bij de andere acts gaan kijken. Maar ja, het ging zelf op zich wel goed. Het begon alleen wat minder. Ik heb mijn gitaar deed het niet. Oh. Dus dat duurde eventjes voordat we die aan de praat kregen. Dus nou, toen kon ik beginnen. Maar ja, dan neemt de spanning toch wel toe. Dus dat probeerde ik een beetje te onderdrukken. Maar ja, op zich ging het best wel goed. En ja, met de uitslag, ja, ik had zoiets van, je had een metalband, een rockband. Er waren zoveel verschillende dingen, dat ik zoiets had van, ja, weet je, het zal hem wel niet worden. En nou, toen toch wel. Dus dat was wel een hele leuke verrassing natuurlijk. Ja, oh, wat gaaf. Ja. Nou, je gitaar die deed niet, zoals jij net al, je vertelde net ook een hele mooie anekdote over dat jij eigenlijk alleen je gitaar klaar moest maken en de rest van de band de drums en nog allemaal andere dingen en zoiets. Maar dat is dan wel heel leuk dat je dan nog uiteindelijk hebt gewonnen. Zeker. Ja, was je heel erg nerveus of viel dat nog mee? Nou, ik was van tevoren niet nerveus. Ik merk wel dat hoe meer ik ook op een podium sta, dat het dan aardig afneemt. Maar toen die gitaar het eerst even niet deed, toen begon de spanning wel een beetje op te lopen. Dus dat moest ik een beetje proberen. Ja. Ik stond daar ook een beetje van, help, weet je wel. Ja. Toen hoorde ik ook mijn vader roepen van in het publiek van, je kan het, Rage. Dat gaf me wel weer even een beetje een oppeppertje. Oh ja, wat lief. Dus nou ja, op zich, ik was dus daardoor wel wat nerveuzer geworden, maar het viel nog mee. Ja, dus het podium is eigenlijk voor jou ook eigenlijk een plek om eventjes te ontspannen, een beetje te ontsnappen, even te relaxen. Ja, zeker. Ik heb het vroeger ook al met dans gehad. Dat van tevoren was ik dan heel nerveus. Op het moment dat ik dan ga staan, heb ik nergens last van. Oh, wauw, wat mooi dat je zoiets kan hebben. Ja, zeker. Nou, je hebt ook meegedaan in Show Your Talent. Ja. Daar ben je tweede geworden. Ook echt ontzettend knap natuurlijk. Ja, dankjewel. Heb je nog een blunder of zoiets meegemaakt? Behalve de gitaar. Oeh, zo, dat vind ik een lastige vraag, zeg. Nou, wel eens gewoon omdat ik, misschien dat het ook wel komt omdat ik ook nog nooit gitaarles heb gehad, dat je dan een hele verkeerde noot of dat soort dingen speelt, weet je wel. Of gewoon een stukje tekst vergeten, dat je dan gewoon twee keer hetzelfde stukje zingt. Dat heb ik ook wel eens gehad. Maar ja, niet echt hele erge, heftige blunders of zo. En nou ja, behalve je eigen nummers die je natuurlijk speelt, wat speel je vooral qua muziek? Wat vind je leuk om te spelen? Ja, ik probeer nog een beetje te kijken naar wat ik helemaal leuk vind ook om te gaan maken. Ik denk dat om te maken dat ik zelf wel meer de indie popkant op zou willen. Ik vind dat toch wel een hele gave sound hebben. Een elektrisch gitaar en een drum erbij. Ik zou zelf ook heel graag in een bandje willen. Of in ieder geval een band hebben later. Dus ik denk dat ik dat wel voornamelijk een beetje de pop, indie pop, een beetje die hoek. Soms een beetje meer richting de rock. Ja. Ik vind best wel veel verschillende dingen leuk. Ja. Je hebt ook op je TikTok-pagina post je natuurlijk ook heel veel muzieknummers. En dat je bijvoorbeeld Harry Styles covers of Niall Horan. Is het ook iets waarvan je denkt, daar kan ik veel mensen mee bereiken op dat platform ook? Of? Ik denk het wel. Ik zit zelf dan ook wel in die fandom, dus ja. Jij ook. En je weet hoeveel mensen daarnaar kijken. En het is ook iets wat ik zelf heel leuk vind om te maken. Dus dat is ook wel de voornaamste reden waarom ik het doe. Ik denk dat ik niet heel veel... Ja, je bent wel een beetje bezig met hoeveel mensen kan je bereiken. Want ja, je hebt in ieder geval... Ja, uiteindelijk heb je andere mensen nodig natuurlijk om een carrière op te bouwen. Ja. Maar het is ook wel iets wat ik zelf gewoon heel leuk vind om te maken, omdat ik die muziek zelf ook veel luister. Dus dan is het ook wel leuk om dat een beetje naar een cover van te maken. Ja, dat snap ik. Nou, volg Rachel zeker ook even op TikTok. Ja, precies. Ja. Heb je voor nu nog iets op de planning staan binnenkort voor optredens of andere dingetjes? Nog niet. Ik hoop wel dat het eraan komt. Ik had met de belofte van Isse Waard heb ik dan die €500 gewonnen om bij Baks te besteden. Mm-hmm. Maar ook meer optredenmogelijkheid. Ja. Dus daar heb ik nu nog niks van gehoord. Maar ik hoop wel dat dat komt. Dus trouwens, ik heb wel iets op de planning staan. Dat schiet me nu ineens er binnen. Op 21 april in Brielle, geloof ik. Dan
moet ik 2 keer 20 minuutjes mag ik spelen daar zo. Dus superleuk. Nou, Reetje, ik hoop dat wij zeker zeer binnenkort of in de toekomst nog veel meer van jou gaan zien. Ja, dat hoop ik zeker. En wie weet gaan we binnenkort bij jou op tour in Londen of in Parijs of iets. Zou toch wel heel vet zijn. Ik wil jou ontzettend bedanken voor het interview. Ja, vond het een leuk gesprek. En nou ja, succes nog. Ja, dankjewel. Lonely in the evening, talking to myself. It's difficulty speaking, and it's just nobody else. You said I shouldn't worry, but it's just so hard to tell.